In de moderne astrofysica zoveel besproken, maar waaraan denk je als je denkt aan een zwart gat? Vorige week hebben we die beelden getoond en heb ik een bepaald moment gezegd, in het centrum van zo'n melkwegstelsel, centraal zit een zwart gat. Je zag natuurlijk niks. Ja, je zag dat melkwegstelsel, maar je ziet dat zwart gat niet. Dat is om te beginnen veel te klein, ook al is het reusachtig groot. Je kunt dat op die afstand niet onderscheiden. Maar zelfs als je dichtbij zou komen, je kunt een zwart gat niet zien. Het is zwart. Het zit verstopt achter wat men noemt een gebeurtenis, een horizon. Ja, je kunt die horizon overschrijden, maar dan zien wij u nooit meer terug. Er is iets onbereikbaar, onvoorstelbaar aan een zwart gat. Het verstand laat je in de steek. Je kunt over een zwart gat spreken, maar je kunt je daar geen object bij voorstellen. Je kunt er nog wel met de reden over spreken. Je kunt er over zwarte gaten bestaan zeer interessante theorieën. De algemene relativiteitstheorie. Daar vloeien ze uit voort. En dus dat gaat nog wel vanuit de reden met die abstracte begrippen. En verder, ja, je bent overgeleverd aan je gevoelens. Je denkt aan fantastische, maar eigenlijk verschrikkelijke dingen. Aan verwoesting en vernietiging en het totale einde en de collaps van het... Aan dat soort totale dingen, een totale apocalyps, daaraan denk je. Wel, dat is subliem. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook weer iets fascinerend mooi, als ik dan toch het woord maar weer laat vallen. Het heeft iets tegenstrijdigs. En dat is typisch voor het sublieme. Je zit altijd met die contrasterende gevoelens. Je hebt die geweldige bewondering en een diepe huiver. Nu, schoonheid. Waarover gaat het? Laten we nog eens een laatste keer misschien terugkeren naar die eerste denkers die daar hele belangrijke dingen over gezegd hebben die we moeten blijven vasthouden. Want Hutcheson en Kant, allemaal heel interessant. Maar wat is nu hun definitie van schoonheid? Je kunt er nog altijd niet goed klaar een welomlijnd begrip van maken. Gaan we nog eens terug naar Plato in zijn Timaios. Beschrijft hij hoe het heelal ontstaan zou zijn. Het heelal, zegt Plato, is gemaakt door een maker. Het is de mooiste van de gewordene dingen en haar maker de beste van alle oorzaken. Dat is het citaat van daarstraks. Er is dus een maker, een schepper, een god, een vader. Hij gebruikt al die namen. En die is de oorzaak van het bestaan van de wereld. Ook dat is een heel belangrijk inzicht. Daar ontstaat voor het eerst zo duidelijk geformuleerd het causaliteitsprincipe. Alles wat bestaat heeft een oorzaak. Voor alles wat er gebeurt is er een oorzaak. Zoek de oorzaak en dat is de verklaring voor datgene wat er gebeurt. Dus voor Plato zoek de oorzaak. En hij zegt de oorzaak van de wereld is iets dat buiten de wereld moet bestaan. Noem dat de demiurg, de maker van de wereld. En hoe gaat hij nu te werk? Hoe maak je een wereld? Wel, zegt hij, de demiurg, de maker van de wereld, gaat dat zo goed mogelijk doen door die wereld zoveel mogelijk te doen lijken op de zenden. Wat zijn zenden? Wel, dat zijn de dingen die er zijn. Die niet gemaakt zijn, maar die er gewoon altijd zijn. Dat zijn bij Plato wat wij zouden noemen de ideeën. En dan moet je niet denken aan ideetjes die door je hoofd flitsen, maar dan moet je denken aan deze abstracte entiteiten die er waarachtig zijn, in hun volmaaktheid en onvergankelijkheid. De cirkel. De cirkel heeft nooit iemand gemaakt. De cirkel is een idee, ja, maar wel een volkomen idee. Dat is een voorbeeld van een zijnde. De cirkels die wij in de wereld aantreffen, de wereld die we met de zintuigen bekijken, zijn geen van alle perfect. De wielen van een auto lijken op cirkels, maar ze zijn geen perfecte cirkels. Wel, niets in deze wereld is perfect. Maar de maker van deze wereld heeft ervoor gezorgd dat ze zoveel mogelijk op de zenden gelijken. Zo zal een ingenieur, een automaker, ervoor zorgen dat de wielen van een auto zoveel mogelijk op een cirkel lijken. Wel, zo heeft God de wereld ook bedoeld. Om zoveel mogelijk te doen lijken op de waarachtige zenden. Dus er is sneeuw en die ziet wit, maar die ziet niet volkomen wit. De sneeuw heeft de eigenschap van wit te zijn, maar Plato spreekt ook nog over de witheid. Het pure witte. En sneeuw lijkt daarop. En zo is het met alles.
Wel, in de mate dat de dingen lijken op de zijnden, zijn ze mooi. De zijnden zijn volmaakt. Maar deze wereld is niet volmaakt om allerlei andere redenen die jij dan ook opzomt. Er is de noodzaak, er is een noodzakelijke afwijking en dat heeft met wiskunde te maken. We komen er nog eens op terug. En schoonheid vind je dus in deze wereld. Meer bepaald, zegt hij, tref je ze aan in de ziel van de wereld. Datgene wat de wereld aanzet tot beweging en tot gewaarwording. Waardoor wij zouden de dag van vandaag spreken over het bewustzijn. En de schoonheid zit er meer bepaald daarin. Daarin herken je bepaalde getalverhoudingen, harmonische verhoudingen van de delen tot het geheel en tussen de delen onderling. Dus schoonheid heeft daarmee te maken. Mathematische verhoudingen tussen delen en het geheel. Gelijkenis op de zijnden. Het onvergankelijke, het eeuwige, dat is mooi. Dat is bij Plato. En dan gaan we eens kijken naar de leerling van Plato, Aristoteles. Die heeft niet zoveel over schoonheid geschreven. Veel meer over wetenschap. Wetenschap in de meer triviale betekenis van opsomming van feiten. En niet zozeer de appreciatie daarvan. Maar af en toe schrijft hij er toch over. Onder andere in dat dikke boek van hem, de Metafysica. En daar zegt hij, volgens Aristoteles is het zo dat schoonheid de juiste verhouding is tussen de dingen waaruit alles bestaat. De wereld bestaat uit allerlei delen en die moeten ordelijk geschikt zijn. En dat is wanneer ze in een juiste verhouding staan. Wat is juist? Ja, dat is dan weer niet zo bepaald. Dat is dan weer iets dat je moet aanvoelen. We geraken er nooit uit dat je voor schoonheid geen sluitende definitie vindt. Maar bij Aristoteles heeft het dus te maken met delen die zich verhouden tot het geheel. Een derde filosoof uit de oudheid die we er nog even bij betrekken is Plotinus. Dat is wel een hele poos later, dat is bijna 1000 jaar later. En de late oudheid dus. En voor Plotinus kan schoonheid zeker niet te maken hebben, zoals Aristoteles zegt, met alleen maar verhouding van delen tot het geheel. Hij zegt, de mooiste dingen hebben soms gewoon geen delen. Het licht, zegt hij. Goud. Goud is puur. Ja, je kunt er stukjes goud uithalen, maar dat is dan ook weer puur goud. Soms vallen de dingen niet onder te verdelen in delen. En schoonheid bestaat dus als een soort intrinsiek element van iets, zonder dat je het tot zijn delen moet herleiden. En wat is dat dan? Dat intrinsieke element? Wel, bij hem heeft het te maken met de gelijkenis met de eenheid. Alles in deze wereld is verbrokkeld tot een veelheid. En dat is eigenlijk wat de wereld ontluistert. Wat de wereld banaal maakt. Maar in zoverre dat er in de wereld nog eenheid terug te vinden is, vinden we ze mooi. Ik ga niet uitweiden over de filosofie van Plotinus, hoewel die heel fascinerend is. Maar in het kort, hij verdeelt de werkelijkheid in 3 lagen. De allerhoogste, het volkomene zijnde, maar dat is eigenlijk niet het goede woord, want het ligt nog boven het zijn, dat is het ene. En daaronder bevindt zich de wereld van de geest, dat is de wereld van de ideeën van Plato. Althans, daar lijkt het het meest op, de intelligibele dingen, degene die je met je verstand kunt begrijpen. En de geest verlangt naar het ene. Ze ligt daar dus onder, maar ze kijkt omhoog naar het ene. Ze is voortgebracht door het ene, bestaat in verscheidenheid, maar verlangt naar het ene. En de geest kijkt ook naar beneden en vormt dan de ziel. En de ziel die produceert op haar beurt de fysische wereld. En dat is uiteindelijk de meest banale laag van de werkelijkheid. Geen lelijke. Bij Plotinus is alles mooi. Maar het is de minst mooie. En het lichamelijke verlangt naar de ziel, die dan weer verlangt naar de geest, van waaruit ze opstijgt naar het ene. Wel, in de mate dat dat ene, daar helemaal bovenaan, doorschemert tot in de wereld die we hier aantreffen, is de wereld mooi. Wel, dit is zo interessant. En daar is een moderne fysicus die daarop gewezen heeft, Werner Heisenberg, de kwantumfysica. Omdat we hier te maken hebben met 2 heel verschillende concepten van schoonheid. Heisenberg die heeft ergens rond 1970, een paar jaar voor hij overleden is,
een toespraak gehouden over de schoonheid van de wetenschap, ons onderwerp. En hij zegt daarin, als kleine jongen werd ik eens getroffen door het feit dat je meetkundige stellingen kunt herleiden tot getaltheorie. Dat er tussen getaltheorie en meetkunde, dat er daar verbanden tussen bestaan. En zegt hij, ik begreep dat niet helemaal, maar ik vond het geweldig mooi. Hij ondervond daar dus een schoonheidsgevoel. En dat heeft hem altijd bezig gehouden. En dat heeft hem doen nadenken over, wat is schoonheid? En dan trof het hem dat je over de schoonheid dus die twee uiteenlopende begrippen hebt die vanuit de oudheid komen. Plato en Aristoteles, die spreken over de verhoudingen van de delen tot elkaar en tot het geheel. Plotinus, die spreekt over het doorschemeren van het ene in het vele. Dus voor Plotinus mogen er geen delen zijn. De delen verknoeien, ze schenden de schoonheid. Het ene is het waarachtige mooie. Plato en Aristoteles zullen zeggen, nee, het mooie ontstaat door dat er delen zijn die zich op de juiste manier verhouden. Wel, zegt Heisenberg, hoe zit het in de fysica? Wat is daar schoonheid? En uiteindelijk sluit hij zich het meest aan bij de definitie van Aristoteles en Plato. Hij zegt, in de fysica heb je heel vaak te maken, en in de wiskunde, met schoonheid. En dan heeft het altijd te maken met de verhouding van delen tot elkaar. En dan vinden we dat vaak mooi. Wat niet wegneemt, zegt Heisenberg, dat het mogelijk is dat misschien uiteindelijk Plotinus gelijk zal krijgen als ons begrip van de natuur zich verder verdiept. Want het is ook zo dat naarmate dat de wetenschap verder vordert, dat we meer en meer eenheid leggen in de veelheid van de verschijnselen. De gravitatietheorie verenigt al, mijn beeld is weg. De gravitatietheorie verenigt al hemelse verschijnselen met aardse verschijnselen. Het draaien van de maan rond de aarde en het vallen van een appel van een boom, dat is hetzelfde. Dus daar zien we eenheid in wat zich toont als verscheidenheid. De theorie van het elektromagnetisme van Maxwell is nog veel mooier. Legt eenheid tussen elektriciteit en magnetisme en licht. Licht is een elektromagnetisch verschijnsel. De algemene relativiteitstheorie van Einstein is nog mogelijker, nog mooier zo mogelijk. Ze legt een eenheid tussen ruimte en tijd en gravitatie en massa en energie. En maakt er allemaal één consistent geometrisch geheel van. Naarmate onze wetenschap vordert, zien wij meer eenheid in die veelheid aan fenomenen. En dat is het wat zo mooi is. En dat is het uiteindelijk misschien wel wat Plotinus wilde zeggen. Als we dan toch aan het filosoferen zijn, hè, dan zou je ook hieraan kunnen denken. Naarmate wij de werkelijkheid beter leren kennen, zit er meer eenheid in ons beeld dat wij ons vormen van de werkelijkheid. Verschillende fenomenen kunnen we herleiden tot één of tot een klein aantal oerfenomenen. Dus er ontstaat eenheid in de waarheid. Telkens we die eenheid aantreffen, vinden we dat mooi. Dus het leren kennen van de waarheid, door de eenheid die er dan zich openbaart, krijgen we een ervaring van schoonheid. En als je dat zo zou voortzetten, stel je voor dat we altijd onze waarheid zouden kunnen doen groeien, tot ze volkomen één wordt met de werkelijkheid. Een werkelijkheid die we dan zelf in onze voorstelling van de waarheid als één voorstellen. Dan ervaren we daar de opperste schoonheid. En er ontstaat eenheid tussen waarheid en schoonheid door de eenheid in de waarheid. En het lijkt alsof hier een oud filosofisch ideaal terugkomt. Zijn uiteindelijk het ware en het schone, zijn dat niet dezelfde beweringen, dezelfde waarderingen die we hebben voor de werkelijkheid, eventueel aangevuld met het goede, het morele goede, het esthetische schone en het ware, zoals we het hebben begrepen met het verstand, worden uiteindelijk identiek aan elkaar als ze alle drie tot volkomenheid zich kunnen ontwikkelen.
In onze cultuur, in de hedendaagse wetenschap, liggen die ver uit elkaar. Zeker alvast het goede is zelfs totaal geïsoleerd gaan bestaan. Het schone en het ware, ja, ontmoeten elkaar toch nog vaak. En dat is precies het onderwerp van onze collegereeks nu. In hoeverre dat die toch weer tot elkaar lijken te komen. Al blijft het zo natuurlijk dat in de moderne wetenschap het ware en het schone toch wel duidelijk nog altijd onderscheiden worden. Je moet tenslotte, als je wetenschap bedrijft, de waarheid zoeken. En ze accepteren, ook als ze je niet bevalt. Dan ook. Plato zou dat niet gekund hebben. In de Timaios is er een volkomen eenheid tussen het ware, het goede en het schone. Ken je de kosmos, dan ervaar je die als volkomen schoon. En volkomen goed. Ook goed in de morele betekenis. In de betekenis van rechtvaardigheid bijvoorbeeld. Maar die eenheid is verloren gegaan, maar komt misschien geleidelijk aan ook weer terug. Wie weet. Ik denk dat het nu tijd wordt dat we nog eens naar een paar voorbeelden gaan kijken. In de wiskunde. Laat ons daarmee beginnen. We gaan voorbeelden uit de fysica en uit andere takken van de wetenschap nog bekijken. Maar soms tonen de dingen zich het duidelijkst in de wiskunde. Een pure vorm van spreken. En, wonderlijk genoeg, spreken over de werkelijkheid. Hoewel wiskunde een mentale constructie is, uitgevonden door mensen, waarbij je concepten hanteert waarvan niemand eigenlijk weet op welke wijze ze nu bestaan. Getallen, geometrische vormen, we stellen ons die voor. Voor Plato zijn dat de absolute zenden, maar het zijn zeker geen fysische objecten. Nu, in de wiskunde gaat het daarover. En dan krijg je allerlei formules. En dan kan in die formules kan de schoonheid dan gelegen zijn. En Bertrand Russell, een eminente wiskundige uit de 20e eeuw, die zei het, zoals hij het ervaarde, mathematics possesses not only truth, but supreme beauty. A beauty cold and austere, like that of sculpture. Ja, koud en streng. Ook een beetje aan de man zelf te zien, vind ik. Hè? Maar het is wel pure schoonheid. En verwacht je dus nu niet aan geweldige emoties, zoals Beethoven die verklankt, maar misschien wel zoals je ze bij Bach herkent. Een hele pure vorm van schoonheid. Maar dan kan de schoonheid nog op twee manieren daarin blijken. De schoonheid kan toegeschreven worden aan de wiskundige methoden, onze manier van redeneren. En de schoonheid kan ook gelegen zijn in het mathematische object zelf. De dingen waarover we spreken in de wiskunde, die kunnen soms zo mooi zijn. En soms zijn wij het zelf die zo'n mooie redeneringen opbouwen. We beginnen met wat voorbeelden over de schoonheid van de methode. Bijvoorbeeld deze stelling, die de oude Grieken al bekend was. Er zijn oneindig veel priemgetallen. U weet wat een priemgetal is? Een priemgetal is een getal dat alleen deelbaar is door zichzelf en door één uiteraard. Dus dat is niet een getal dat geschreven kan worden als zoveel keer een ander geheel getal. 7 is 7, terwijl 8 is 2 maal 4. En 7 is een priemgetal. Nu, dergelijke priemgetallen die dus niet ontbonden kunnen worden in factoren, niet herleid tot een zeker aantal keren een ander getal, zo zijn er oneindig veel. Hoe haal je het in je hoofd om dat te beweren? Want heeft iemand soms al alle getallen gezien om te weten dat er oneindig veel zijn? Nee, natuurlijk. En het lijkt hier wel alsof je een hele gewaagde sprong in de oneindigheid doet. Maar ze is verantwoord. En dat is het ongelooflijke. Het is hier geen twijfelachtige inductie. Het is een uiterst secure, strenge redenering die je dat laat zien. En hoe mooi. Hoe dat de menselijke geest met een paar heel eenvoudige stapjes te zetten iets met volkomen zekerheid kan zeggen over de oneindigheid. Dat is hier het geval. Hoe gaan we dat bewijzen? Zo'n stoute bewering als er zijn oneindig veel priemgetallen. Dat is alvast mooi. Je begint met je stelling op te geven. Je zegt, stel dat het niet zo is. Er zijn geen oneindig veel priemgetallen. Wel, dan moet er één de grootste zijn. Dan is er dus een grootste priemgetal. Noem dat P. Dus P, nemen we aan, is het grootste priemgetal. Construeer dan dit getal, het getal Q.
dat gemaakt is door het product te maken van alle priemgetallen van 1, wat het eerste priemgetal is, tot die p, dat is het grootste priemgetal. Dus het product van al die priemgetallen plus 1. Dus je hebt het product gemaakt en dan tel je er nog 1 bij op. En dan? Dan zijn er twee mogelijkheden. Die q, is dat een priemgetal of is dat geen? Stel dat het een priemgetal is. Dan heb je er eentje gevonden dat groter is dan p. Want hier staat het product van al die getallen met p en bovendien nog 1 erbij opgeteld. Dus q is zeker groter dan p. Maar we hebben zojuist gezegd dat p het grootste priemgetal is. Dus q kan geen priemgetal zijn. Wel, dan is het geen priemgetal. Maar als het geen priemgetal is, moet het deelbaar zijn door een priemgetal. Dan is het een zeker aantal keer een ander getal. Dus moet het deelbaar zijn door een of ander priemgetal. Maar q is deelbaar door geen enkel van deze priemgetallen, want als je het zou delen, laat het altijd een rest 1. Dus het is door geen enkel priemgetal deelbaar dat kleiner is dan p of gelijk aan p. Dus moet het deelbaar zijn door een priemgetal dat groter is dan p. Maar we hebben zojuist gezegd dat er geen priemgetal is groter dan p, want p is het grootste. Dus je komt altijd in een contradictie terecht. Dus als je dat aanneemt, dat p het grootste priemgetal is, kom je onvermijdelijk in een contradictie terecht. Zie daar het bewijs. Er moet een oneindig aantal priemgetallen zijn. Want moest er een grootste zijn, dan leidt dat tot een contradictie. Geen twijfel aan. Hier hebben we een volstrekte zekerheid gevonden, ook al heeft het te maken met een iets oneindigs. En zullen we nooit al die priemgetallen kennen, en toch kunnen we dat met zekerheid zeggen. En zo eenvoudig. Een kind begrijpt het. Later pas begin je het ook mooi te vinden. Iets dat tegelijkertijd mooi en lelijk is. Wat dus subliem is. Irrationale getallen. Wat is een irrationaal getal? En vierkantswortel 2 is daar een voorbeeld van. Een irrationaal getal is een getal dat je niet kunt schrijven als een verhouding van twee gehele getallen. Dus een irrationaal getal kun je nooit schrijven als p gedeeld door q, waar p en q gehele getallen zijn. Het kan zo niet geformuleerd worden. En bestaan er dan irrationale getallen? En zo ja, welke zijn dat dan? En waarom zijn die dan irrationaal? Wel nu, de Grieken ontdekten in de tijd rond Plato dat vierkantswortel 2 is er zo één. Dat is een irrationaal getal. Je kunt vierkantswortel 2 nooit schrijven. Vierkantswortel 2 is gelijk aan p gedeeld door q, waarbij p en q gehele getallen zijn. Dat gaat nooit. Dus je moet je streep doortrekken. Dat kan niet. Je vindt nooit twee getallen, p en q, waarvan de verhouding vierkantswortel 2 is. Dat wil dus zeggen dat het irrationaal moet zijn. En hoe weet je dat? Door een eenvoudige redenering. En die gaat als volgt. Stel dat het wel zo is. Stel dat je vierkantswortel 2 schrijft als p op q. P en q zijn geheel. En ook, je schrijft ze als een breuk, dus we delen alle gemeenschappelijke factoren eruit. Dus als ze allebei bijvoorbeeld de factor 2 hebben, het zijn allebei bijvoorbeeld even getallen, p en q, dan deel je die twee weg. Dus p en q zijn geheel en hebben geen gemeenschappelijke delers, want die hebben we weggedeeld. Stel dat dat zo zou zijn, dan kan ik dat natuurlijk zo schrijven. Hè. Ik kan dat in het kwadraat zetten. Vierkantswortel 2 in het kwadraat, dat wordt 2. En ik breng die q naar daar. Dat q is, p op, q is nu p kwadraat op q kwadraat geworden. Dus staat daar p kwadraat is dan gelijk aan 2q kwadraat. Deze. Dat wil zeggen dat p kwadraat een even getal is. Want er staat p kwadraat is 2 keer q kwadraat. Dus q kwadraat is een of ander getal. 2 keer dat getal is een even getal. P kwadraat is dus een even getal. Dus moet p een even getal zijn. Want een oneven getal in het kwadraat is altijd weer een oneven getal. Als in p kwadraat de factor 2 zit, dan moet die dus ook in p zitten. Dus p moet dan een even getal zijn.
Dus we hebben aangetoond dat P moet noodzakelijk een even getal zijn. En nu, als P een even getal is, dan kun je P schrijven als twee keer een ander getal, geheel getal, R. Dus P is twee keer R, wat R ook mogen zijn. En dan wil dat zeggen dat ik deze uitdrukking hierin kan stoppen weer. Dat P2R is, stop ik hierin. Dus 2R in het kwadraat is 2Q kwadraat. Je rekent die kwadraten uit, staat hier 4R kwadraat is 2Q kwadraat. Dus geldt er dat Q kwadraat is 2 keer R kwadraat. Dus Q kwadraat is een even getal. En dus ook is Q een even getal. En dus zijn ze allebei een even getal. Zowel P als Q. Maar we hebben daar juist toch gezegd dat ze geen van beide dezelfde delers mochten hebben. Als ze bijvoorbeeld alle twee even waren, alle twee de factor 2 bevatten, dan hadden we die al weggeredeneerd. Weggedeeld. En nu vinden we ze in onze redenering terug. Ze komt terug en ze kan er niet in zitten. En ze moet erin zitten. Hoe komen we aan die contradictie? Wel, door ons uitgangspunt. En het uitgangspunt is dat we dit hebben verondersteld. Dus dat vierkantswortel 2 geschreven kan worden als een verhouding van gehele getallen. Dus dat moet fout zijn. Het bewijs toont aan dat er irrationale getallen moeten bestaan. Althans, we hebben er eentje gevonden. Vierkantswortel 2. In werkelijkheid bestaan er oneindig veel irrationale getallen. Zelfs veel meer dan rationale getallen. Rationale getallen zijn er die je wel kunt schrijven als een verhouding van gehele getallen. Het bewijs is heel mooi. Het is uiteindelijk ook weer uiterst eenvoudig. Een beetje rekenkunde, een goed uitgangspunt, een beetje rekenkunde en dan komt die ijzersterke conclusie. Vierkantswortel 2 kan niet gelijk zijn aan de verhouding van twee gehele getallen. Dat is zo eenvoudig tevoorschijn gehaald als diepe waarheid. Een waarheid die zelf vrij moeilijk te beschrijven is. Te begrijpen is en te beschrijven ook. Want het leidt, en ik ga dat misschien meteen dan nu aan toevoegen voor we deze zitting beëindigen. Het leidt tot ontstellende conclusies die eigenlijk niet zo mooi zijn. Die ons wat dwars zitten, die de Grieken heel erg dwars zaten. Het irrationale karakter van vierkantswortel 2 werd ontdekt door Pythagoras of een van zijn leerlingen. Dat weten we nooit precies. Maar voor de Pythagoreërs was dat een gruwelijke ontdekking. Want doordat het getal vierkantswortel 2 irrationaal is, kun je het nooit schrijven met een geheel aantal cijfers naar de komma. Je kunt aantonen dat je dan, als je dat getal wilt aangeven, dat je een oneindig aantal cijfers naar de komma hebt. Dat je het dus eigenlijk nooit exact kunt aangeven, dat je het alleen kunt benaderen. Dat is al heel vervelend voor de Pythagoreërs, die juist beweerd hebben dat alles te herleiden valt tot getallen. Dat was hun kosmologie. Het heelal, de kosmos, is een getalsconstructie. Ja, en dan ontdekken ze een getal dat je nooit exact als getal kunt aangeven. En om het nog erger te maken, laten we nog eens de stelling van Pythagoras erbij halen. Dit schrijft toch niet zo goed. Dit is een rechthoekige driehoek. Dat is dus de rechte hoek. Veronderstel, ik heb hem scheef getekend, maar laten we aannemen dat ik hem recht had getekend, dat deze zijde gelijk is aan deze zijde en ik geef die de lengte 1. Wat is dan deze zijde? Met de stelling van Pythagoras, het kwadraat van dat plus het kwadraat van dat is het kwadraat van dat. Dus 1 in het kwadraat is 1, plus 1 in het kwadraat is nog eens 1, 1 plus 1 is 2, dus het kwadraat van deze zijde is 2, dus de zijde zelf is vierkantswortel 2. Daar heb je hem al. Dus die beruchte vierkantswortel 2, die haal je heel gemakkelijk uit de werkelijkheid tevoorschijn. Op het moment dat je ergens een afstand hebt en een afstand loodrecht daarop, zit die vierkantswortel 2 in de diagonaal. Dus die komt overal tevoorschijn in de werkelijkheid. Stel nu dat dit echt een driehoek was en ik zou hem willen meten en ik gebruik een bepaalde maat, een eenheid van lengte, noem die m, dat is hem. Dat is m. En ik zeg dan, deze zijde, die heeft dus een lengte vierkantswortel 2. Vierkantswortel 2 is een geheel aantal keer die m. Een geheel aantal keer. Ik kies een maat die daar precies een aantal keer in past. Dus noem dat aantal p. Dus vierkantswortel 2 is pm.
Dat is de lengte van deze zijde. En hoe is de lengte van die rechthoekzijde? Wel, die heeft lengte 1. En daar past die maat ook een geheel aantal keer in. Die heb ik ook precies gemeten. Maar een ander aantal keer natuurlijk, want dat is niet even lang. Noem dat getal Q. Dus 1 is Q op M. Dus ik voer een maat in die zowel in deze zijde als in deze zijde een geheel aantal keer past. Wel, dan staat het hier in alle duidelijkheid. Vierkant wortel 2 gedeeld door 1 is dus gelijk aan PM op QM. De M'en vallen weg, is P op Q. En daarvan weten we nu dat dat niet kan. Met andere woorden, zo'n maat M bestaat niet. En dat is de schokkende conclusie. Er bestaat geen eenheid van lengte die allebei die lengtes correct kan meten. Hoe klein je die M ook zou kiezen. En dat is, verbijsterend voor het verstand. Je zou kunnen denken, ja maar, kies die M toch gewoon klein genoeg. Als ze hier een aantal keer inpast en het gaat niet helemaal juist, maak ze nog kleiner tot ze hier een aantal keer inpast en daar ook. Ja. Hoe klein je die M ook maakt, nooit past ze zowel in de ene zijde als in de andere zijde een geheel aantal keer. Dat is het beruchte probleem van de incommensurabiliteit van deze zijden. En dat is een voorbeeld van een lelijke ontdekking. Dat vonden de Pythagoreërs afschuwelijk. Dat moest je trouwens geheim houden. Dat mocht je niet bekend, maar ik verklap hier een geheim en dat zou me in de tijd van de Pythagoreërs mijn leven kunnen kosten, want daar stond de doodstraf op. Je mag dat niet bekendmaken, want dat is in strijd met een inzicht dat we hebben dat veel mooier is, veel dieper, veel waarachtiger, zo vonden de Pythagoreërs, en een waarheid die we uitdrukken als alles is getal. Daar geloofden ze in. En dan ontdek je dat. Dat je nooit zowel die zijde allebei als een getal kunt uitdrukken. En dat was dus de fatale ontdekking. En die heeft Plato er ook toe aangezet om in te zien dat er in de wereld niet alleen schoonheid zit, ook lelijkheid. En hoe komt dat? Want de schepper heeft de wereld toch zo goed mogelijk gemaakt. Ja, zo goed mogelijk. De schepper, de god bij Plato, is een goede god. Daardoor is de wereld begrijpelijk geworden, mooi geworden, maar geen almachtige god. God bij Plato kan ook niet alles. God kan niet zondigen tegen de regels van de wiskunde. Die staan daar gewoon nog buiten. Die zijn als het ware nog machtiger. En die confronteren ons met deze treurige waarheid. Graag tot volgende week.